Robson, als ik het goed begrepen heb, werk jij hier bij de dieren? Ja, ik werk hier denk ik ongeveer bijna 2 jaar. En ik ben hier ingerold via een goede vriendin van me die hier al lang werkt. En sindsdien werker, met vol plezier werker. En de dieren voeden en zo, de geitjes en alles en zo, de schapen en zo, dat doe ik vooral. Ik doe ook vooral, als ik hier ben, ook altijd de vogelfouillère maak ik schoon en de vogels voeren en zo. En ik ga hier met vol plezier ga ik hierheen. Het is voor mij een grote afleiding van wat ik normaal doe. Dan zit ik alleen maar thuis te vereenzamen en mezelf een beetje op te eten aan mijn gedachten. Mm-hmm. Dus ik ben echt blij dat ik dit werk heb. Het gaat ook een stuk beter met mezelf. Psychisch en mentaal, sinds ik hier weer ben, sinds ik hier werk en altijd een plek heb waar ik heen kan met vol plezier. Als ik het hoog heb zitten en zo, mm-hmm. Dan ga ik toch altijd graag hierheen. Het is echt top, topwerk is het. En heb je ook een speciale band met de dieren? Heb je ook een lievelingsdier? Of de geiten zijn heel erg, ben ik heel erg dol op. Dat zijn mijn lievelingsdiertjes toch wel. Ja, ik hou heel veel van de geiten, maar... En in het algemeen vind ik alle dieren vind ik hier lief. Een andere is, hebben we één schaap, die heet Jimmy, die is dan even iets minder lief. Die vindt het nogal wel leuk om mensen om te beuken en zo. Zeker een mannetje, of niet? Ja. Ja, maar voor de rest hou ik van alle dieren en vind ik het leuk en wil ik ook zoveel mogelijk leren. Nou, nu hebben ze ook sinds kort de optie om door te stromen via een organisatie dat heet Ter Landzijde. En die verzorgen dan certificaten die je kan halen voor dierenzorg en welzijn en andere dingen. En dat is dan niet een geldig diploma, maar wel een certificaat dat laat zien van ik kan dieren verzorgen en ik kan daaruit weer doorstromen en doorgroeien. Dus dat ben ik ook binnenkort plan dat te gaan doen. Want ik wil zo graag mogelijk toch al meer leren van het dier en dierenzorg. En uiteindelijk ook begeleid te worden zoals mijn begeleidster Roxanne dan is. Wat leuk, wat goed om te horen. Dat ik de mensen die dan ook, net zoals ik, een beperking of wat dan ook hebben, kan begeleiden in dit soort werk of wat voor werk ze dan ook willen doen. Ja, want wat is er zo leuk aan dieren? Ze brengen rust. Ze brengen heel veel rust en ze voelen je aan. En als je het zelf, ook als je het zelf niet altijd even weet, of je zit er emotioneel een beetje doorheen, maar je kan het niet kwijt. Nou, dan is een simpele knuffel van een dier is genoeg. En het lost alles op. Het is echt rustgevend werk. Ik raad deze baan echt aan vooral voor alle dierenliefhebbers. Maar ook voor mensen die af en toe last hebben van een druk koppie, raad ik dit werk vooral aan. Lekker knuffelen met de dieren. En we hebben ook creatief. Je kan ook boekenleggers maken of hout branden en zo. Dus er is voor iedereen wat te doen hier, die me wat wil. Want er zijn ook sommige mensen die doen alleen creatief of alleen de moestuintjes. Dan hebben we mensen die dingen maken in houtzuur, kaasplankjes of wat dan ook. En dan heb je mensen als mij, die zijn de hele dag bezig met de dieren en zo. Dus dat vind ik echt onwijs leuk. Dat er onwijs veel verschillende dingen zijn die je maar kan doen.